Ja, Jelle, wat kun je zeggen over de laatste test? Ja, ik denk dat we het goed hebben gedaan. Het is natuurlijk een goede tegenstander. We spelen de Champions League, dus ik denk dat wij het goed hebben gedaan met een 1-1. We stonden goed georganiseerd en ik heb er een goed gevoel aan overgehouden. Nou, je hebt de voorbereiding volop meegedaan en ik had het idee dat je vandaag een iets andere rol had, hè? Ja, dat klopt. Ik speelde vandaag wat meer hangend vanaf rechts. Terwijl ik daarvoor meer als middenvelder, aanvallende middenvelder speelde. Het is in principe, het is niet heel veel anders, maar op papier ziet het er wel wat anders uit. Ja, want ik had op een gegeven moment medelijden met jou en Hidde, want ik denk, die moeten dus een beetje de marathon lopen. Ja, klopt. Zij wisselden goed van kant en dat maakt dat wij de hele tijd heen en weer moesten lopen. En ze speelden het goed uit, dus het was soms wel lastig. Ja. Knijp jij je nog wel eens in je arm als je zoals vandaag hier in een groot stadion als de Veldis Arena staat? Want het lijkt heel snel te gaan ineens. Ja, klopt. Ja, het is soms wel een beetje onrealistisch voor mij, omdat ik... het is in 2 jaar eigenlijk, of eigenlijk een jaar, heel snel gegaan voor mij. En het is wel een mooi gevoel. Ja, de trainer die staat naast je, die heeft elke week zo'n beetje lovende woorden, want Jelle die brengt een bepaalde energie in het elftal. Zie jij dat ook zo? Nou, ik denk dat ik wel een speler ben die altijd mijn taak blijft uitvoeren. En ik doe natuurlijk mijn best om altijd energie te steken in het elftal. En ik vind het mooi dat ik daarvoor beloond word. Ja, want FC Twente heeft een jasje uit moeten doen qua selectie. Met name achterin en voorin zijn veel spelers weggegaan. Op het middenveld niet, maar ja, dan is de concurrentie moordend, maar jij grijpt toch je kans. Ja, natuurlijk. Ik doe gewoon hard mijn best en dan komen de kansen voor mij. Dat zo zie je maar. En, ik blijf gewoon hard mijn best doen en probeer me in de basis te knokken. En, daar ben ik veel mee bezig. Ja, volgens mij sta je de volgende week er gewoon ook in als de competitie begint in Groningen. Ik hoop het. Ik heb in ieder geval een goed gevoel aan de wedstrijd overgehouden. Sommige dingen kunnen beter, maar over het algemeen wel een goed gevoel. Wat kun je in zijn algemeenheid zeggen over de voorbereiding? Nou, ik denk dat wij op zich een sterke voorbereiding hebben gedraaid. Met één slippertje tegen de Turkse ploeg. Ja, ik ben even in de Oldenzaal. Ja. Ja, klopt. Maar voor de rest heb ik er wel een goed gevoel aan overgehouden. We zijn zeker ten opzichte van het begin erg gegroeid. Dus ik denk dat we er klaar voor zijn. Ja, voorin hebben we een paar nieuwe namen nu. Is dat nog de afstemming zoeken? Want ik zag je ook een keer een combinatie proberen te zoeken met Olaitan. Maar dan is de communicatie nog wat moeilijk. Ja, het is natuurlijk wel eventjes het is een nieuwe speler, komt uit Griekenland. Speelstijl is anders en alles, maar ik denk dat we daar even op elkaar moeten ingespeeld raken. Maar dat gaat waarschijnlijk wel snel en dan komt het wel goed. Ja, waar liggen de accenten nou nog op deze week? Is dat het fine-tunen van het systeem? Want vandaag was het eigenlijk de eerste wedstrijd dat jij op die plek speelde, hè? Ja, ik denk dat we nu echt naar de basis toe gaan werken en inderdaad een beetje... de puntjes op de i zetten en klaarmaken voor de eerste wedstrijd. Ja, ik kijk er al een beetje naar uit, want ja, misschien maak ik het wel te groot voor je, maar ik kan me voorstellen dat je toch in zo'n week echt toeleeft naar je eredivisiedebuut. Ja, natuurlijk. Nou, het is niet mijn eredivisiedebuut, wel mijn basisdebuut. Ja. Maar je hebt natuurlijk vorig jaar tegen PSV nog gespeeld. Ja, klopt. Ja. Nee, inderdaad. Ik leef er heel erg naar uit en ik kijk er heel erg naar uit. En, ik heb er heel veel zin in. Ik ga natuurlijk er alles aan doen om die wedstrijd te winnen. Wat kun je zeggen over de doelstellingen die jullie als spelers onderling met elkaar hebben afgestemd? Nou, op dit moment hebben wij nog niet. Natuurlijk, we willen zo hoog mogelijk eindigen, kampioen worden. En, dat is wat enthousiast misschien? Sorry? Dat is misschien wat enthousiast, toch? Ja, natuurlijk, maar ja, daar doe je het natuurlijk wel voor. We willen gewoon, zoals ik al zei, zo hoog mogelijk eindigen en een goede prestatie neerzetten dit seizoen. En met Van der Heijden in de basis? Dat gaan we wel vanuit.